Iedere week testen we hebben dingen op hun functionaliteiten en vooral gebruiksvriendelijkheid. Met deze week de 5 allerbeste apps voor Android Auto. Ja, het zat er al even aan te komen. Android Auto. Sinds deze week beschikbaar in Nederland. Het systeem bestaat al sinds 2015 en zorgt ervoor dat mensen met een Android smartphone makkelijk verbinding kunnen maken met hun auto. Hierdoor is het mogelijk om talloze applicaties voor je stalen ROS te installeren. Maar welke moet jij hebben? We zetten de 5 tofste applicaties voor je op een rij. Met Android Auto aan boord ben je altijd in de mogelijkheid om naar je favoriete muziek te luisteren. En dat komt mede dankzij de ondersteuning voor Spotify. Wanneer je de populaire streamingdienst downloadt, is het dus niet alleen mogelijk om thuis, maar ook onderweg naar je favoriete afspeellijsten te luisteren. Ja, en hoe lekker is dat? Google Maps is een heerlijke applicatie waarmee navigeren een eitje wordt. Het is wat dat betreft ook zeker leuk dat Google het platform steeds aantrekkelijker maakt voor zijn gebruikers. Maar wat als je geen fan bent van Google Maps en op zoek bent naar een alternatief? Ja, dan is Waze zeker weten een dikke aanrader. De app is namelijk een uitstekende combinatie tussen Google Maps en Flitsmeister. Je komt dus niet alleen veilig aan op je bestemming, maar ontwijkt dus ook nog een aantal boetes. Los van muziek zijn er veel verschillende applicaties waarmee je op audiogebied uit de voeten kan met Android Auto. Zo is er voor mensen die gek zijn op luisterboeken ook een manier om je favoriete verhalen mee de weg op te nemen. Iets dat je kunt doen door middel van de Audible app. Moet je alleen wel een abonnement hebben natuurlijk. Wie geen zin heeft in Spotify en gewoon ouderwets naar de radio wil luisteren, kan dat natuurlijk via de standaard manier doen. Maar wat nou als je interesse hebt in een grote verzameling aan buitenlandse stations? Ja, dan is de TuneIn-app zeker een dikke aanrader te noemen. Met meer dan 100.000 verschillende radiostations, toffe podcasts en sportuitzendingen zit je helemaal goed. En allemaal op te vragen via de Google Assistent. Je ogen moet je wel op de weg blijven houden natuurlijk. Ja, en dat laatste geldt natuurlijk ook als je een berichtje wil sturen. Want normaal is dat levensgevaarlijk en alweer een tijdje verboden. Maar soms is de nood nu eenmaal hoog en kan je even niet anders. Ja, wat dat betreft is WhatsApp voor Android Auto een prima uitkomst. Ieder ontvangen bericht wordt voorgelezen door de Google Assistent. En iets terugsturen, dat kan natuurlijk ook. Je roept gewoon je reactie op. Hoeveel invloed dat dan heeft op je rijgedrag is vervolgens aan jezelf. En heb je überhaupt geen zin om gestoord te worden, kan je een automatisch bericht instellen. Ja, of zet dat ding gewoon lekker uit, joh. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.